Anders ga ik helemaal trippen. Ja. Ik kan nooit genoeg koffie hebben. Maar het voelt voor mezelf dan ook anders. Het is weer dinsdag. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Superleuk dat je weer kijkt. Ik heb net Ismael weggebracht. Samen met Elias. En ik ga nog een kopje koffie nemen. Ik heb straks... even kijken. Want het is om... Ja, het is nu 8:30. En om 9:30 heb ik even een rondleiding bij de BSO. Waar Ismael naartoe gaat binnenkort. Dus dan ga ik even met Elias kijken. Ja, Ismael kan er zelfs niet bij zijn. Maar... wij gaan het maar beoordelen voor hem. Maar hij heeft een druk weekje, want vandaag is hij naar de peuterspeelzaal. Morgen moet hij naar de basisschool en donderdag... Monster Blaze! En donderdag gaat hij ook naar de basisschool en dan vrijdag weer naar de gastouder. Dus het is een vol weekje voor Ismael. Maar goed, hartstikke leuk allemaal. Ik ga... kopje koffie nemen. Ik moet nog een paar dingetjes ook regelen. Even een telefoontje doen. Dan moeten we binnen de kortste keren ook alweer weg. Het is wel vlakbij, dus dat scheelt. Ik denk dat ik even op de fiets ga met Elias. Het is wel koud trouwens. Echt. Weer hele koude vingers. En verder, nieuwe week. Nieuwe kansen. Druk jij het knopje maar in. Weet je nog? Nee, die andere. Die? Ja, die ja. Ja. Goed zo. Nou, gaan we even wachten. Nou, wij gaan even op de fiets naar de BSO. Ik heb geen idee waar het is, maar het is wel vlakbij. Maar ik ben er nog nooit geweest. Dus ik moet even kijken waar ik naartoe moet. En dan zijn we nog mooi op tijd. Hè, Elias? Ja. Nou, let's go. Zo, lekker even wat drinken. Hè? Is dat lekker? Kijk. Proost. Lekker. We zijn weer thuis. Het was echt heel erg leuk. Ik heb een heel goed gevoel erbij. Leuke locatie en een hele lieve vrouw waarmee ik een gesprek even had. En ik denk dat het een hele leuke plek is. Ik dacht wel gelijk van... Elias die ging gelijk ook weer helemaal los. Die vindt het echt geweldig. Dat schoolse en twijfel een beetje of hij naar de peuterspeelzaal gaat. Want het schijnt dat ze nu niet maar één ochtend meer kunnen. En straks, ja, weet je, dan gaat hij... hij gaat natuurlijk ook al 2 dagen naar de gastouder. Als hij dan 2 dagen ook nog naar de peuterspeelzaal gaat. Ik vind het allemaal vrij hectisch. Dus ik ga daar nog heel even mee wachten. Ondanks dat ik denk dat hij het heel leuk vindt. Maar ik denk dat hij het dus ook heel erg leuk zou vinden op een kinderdagverblijf. Maar goed, ik heb nu net een nieuwe gastouder gevonden. Dus ik ga even kijken hoe het allemaal loopt. Maar ik ben wel heel blij... dat het zo'n leuke plek is. Ik heb even een kopje koffie nog. Wel cafeïnevrij, want anders ga ik helemaal trippen. Ik heb er al 2 op en ik zit vrij hoog in mijn energie. Ik heb even deze, had ik zin in. Van die Honey Loops met amandelmelk. En een beetje van die Maza sap. Heet dat Maza? Ik weet het niet eens. Wat is er? Wil je het niet hebben? Nou, zet je het weg. En... wat ik straks even wil doen, dan kan je... Elias, jij kan mij zo wel helpen. Dan gaan we even Elias zijn nieuwe bedje in elkaar zetten. Ga je mij helpen? Ja. daar heb ik echt zin in, om dat even in orde te maken. En dan, daarnaast denk ik alweer tijd om Ismael te halen. Maar goed, eerst even lekker nog een bakje kleur. En dan door. Maar ik ben erg blij met... mijn gevoel bij deze locatie. Want ik ben wel eens eerder bij een opvang geweest. Dat was toen de tijd ook een kinderdagverblijf. En daar vond ik helemaal niks. Ik had daar zo'n raar gevoel bij. Dus het is wel echt bepalend hoor. Waar je dan, je kind naartoe brengt. Het moet gewoon goed voelen. Dus ik ben opgelucht. Heel blij.
Dat is je nieuwe matras, Elias. Ja, matras. Matras. Jee, rollen, rollen. Nou, en dan gaan we eerst eens even dit ledikantje uit elkaar halen. Daar ligt het nieuwe bed. Wat hebben we nodig? Inbus. Christie. Nou, die gaan we even pakken, Elias. Ga je me helpen? Goed zo. Ja. Goed zo. Nou, ga mama het even allemaal naar beneden tillen. Ja. Zo. Even kijken hoe het ook alweer zat, Elias. Kom, dan gaan we. Even kijken. Voor en achterkant. Ja, voor achterkant. Zo. En die dan. Ja, en die dan. Dan mag wel een linkje verf dat bed. Ja. 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 Ja, we gaan eerst één kant doen. Ja. Ja, pas op voor je vingers. Als ze niet eronder zitten, dan gaan we. Nou, hij staat in elkaar. Het is dus echt precies dezelfde. Zo kan hij alleen niet staan. Dus ik denk dat hij zo moet komen te staan. Nee, kan niet. We gaan het matras erop gooien. Ja. Kijk, ik help je. Wacht even. Deze even eraf halen. Ja. Het zit goed stevig, zeg. Ja. Zo. Zo. Maar goed zo. Goed zo. Ja. Is hij eraf? Met een tent maken. Hè? Met een tent maken. Tent maken. Kijk eens even. Oh, wow. Dat was mijn bedje. Gaan we hem even zo zetten? Ja. Zo. Pas op. Zo. Ja. Gaan we hem nog even draaien hoor. Draaien. Ja. Nou, dat is gezellig. Ik ga slapen. Ga jij hier slapen? Zo. Zo. Wauw. Wow. Slaap lekker. Mama. Super gezellig. Mama. Ja? Kijk, spelenbaan. Er zat dus ook een dekbed bij. Ja. Hè? Dus zal ik je bed lekker opmaken? Nee. Eerst even een hoeslaken erop. Nee. En dan... kan je hier lekker slapen? Nou, dan gaan we, Spidey. Ja. Ismael weer ophalen. Ja. We hebben goed gewerkt samen, hè? Ja. Yes. Let's go. Let's go. Het is vandaag woensdag en Ismael net naar de basisschool gebracht. En ik ga nu even met Elias boodschapjes doen bij de Lidl. Ik dacht, ik ga toch even naar de Lidl. Ik had ook nog wat flessen en zo die ik moest inleveren. En ja, even kijken of ze nog leuke aanbiedingen hebben vandaag. Dus we gaan dat gezellig samen even doen, hè Elias? Ja. Ja. En we zijn weer thuis. Het was een onderneming, maar het ging goed. Het is toch makkelijker met één, vind ik, dan met twee. Maar Elias kan soms best wel pittig zijn. Maar het ging goed. Ik zal nog even laten zien wat ik gehaald heb. Toch wel weer een aantal dingetjes. Ik wil vandaag even een rijstgerechtje maken. Ik heb nog zo'n
nasi bami pakket. Daarom heb ik ook lekker even deze voorbij gehaald. Cassave. Ik heb nog weer croissantjes gehaald. En ze waren toch wel erg lekker vorige week. Dus ik denk, nou, ik haal gewoon nog een zakje. Straks weer lekker een croissantje eten. Ik dacht dus dat Ismael vandaag tot 12 op school zou zitten. Maar het is gewoon tot 2:15. Dus ik had gelukkig wel een boterhammetje in zijn lunchboxje gedaan. Vorige keer had hij er maar 1 op gegeten trouwens. Hij heeft ook nog een appel mee en wortel. En er zit genoeg in. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Maar ik dacht dus dat het woensdag ook tot 12:00 was. Maar het is dus tot 2:15. En dan op vrijdag is het tot 12:00. Maar ja, dan ben ik aan het werk. Dus dan gaat hij naar de BSO. Ik heb een zak soep gehaald. Vind ik gewoon makkelijk om in huis te hebben. Als je even snel iets moet maken, ook voor die jongens of zo, dan vind ik dat ideaal. En ze lusten allebei graag tomatensoep. Dit is gewoon romige tomatensoep. Ze hadden weer een aanbieding met grapefruits. Ik vind die zo lekker. Ik had die laatst bij de Vomar gehaald. Nou, echt oplopen smullen. En Elias vindt het ook heel erg lekker. Dus ik denk, neem weer een netje mee. Ja, ik vond het echt heel erg lekker. Ik was even vergeten hoe lekker ik dat vond. Ik heb nog een gewone sojadrink gehaald. Ik ga ook die barista melk uitproberen van Koro. Maar ik vind het wel handig om dit sowieso in huis te hebben voor de voorraad. En het was helemaal op. En ik zag dus deze. En dat is denk ik wat minder gezond. Maar bio sojadrink. Vanille flavor. Dat lijkt me dus echt heel erg lekker ook. Ja, ik ken deze nog niet. Dus ook die ga ik uitproberen. Maar dan wordt het dus vooral door de koffie heen opgeschuimde melk. Ik heb een nieuw potje honing gehaald. Die vloog er ook weer doorheen. En ik heb ook nog even deze gehaald. Want voor in de pap en zo vind ik dit wel heel handig. Ik heb nog een koffie duo pack gehaald. Die was weer eens in de aanbieding. En ja, ook voor de voorraad. Ik heb nog wel wat staan, maar kan nooit genoeg koffie hebben. Ik ben echt trouwens nog steeds zo blij met mijn cupsapparaat. Espresso cups. Nespresso cups, moet ik zeggen. Gebruik hem elke dag. En ja, in het weekend bijvoorbeeld, dan zet ik wel vaak deze koffie. Dus filterkoffie vind ik dan lekkerder op de een of andere manier. Maar dan, ja, als ik gewoon door de week zo'n bakje gauw zet. Of zo meteen ga ik ook weer koffie zetten, dan... Dan zet ik gewoon uit het apparaat. Ja, ideaal. En echt lekkere koffie. Dus heel blij mee. Maar voor de filterkoffie gebruik ik deze. Dan nog een zakje broccoli voor in de diepvries. En lekker wat spersieboontjes. Die ga ik denk ik ook door de rijst heen doen. Deels nog vanavond. Ja, vind ik altijd wel lekker erdoor. Als extra. Als extra groente. Nou ja, ik heb nog even bij de Jumbo peutermelk gehaald. Elias drinkt nog steeds 's avonds een flesje. Ja, die vindt het gewoon echt zo lekker. En ik heb zoiets, joh, als hij er nog van geniet, dan krijgt hij het nog eventjes. Op een gegeven moment, ja, dan wil ik dit wel gaan stoppen. Gewoon deze peutermelk. Het is natuurlijk niet echt nodig meer. Vanaf 2 jaar, ja. Weet je, je kunt het ook allemaal uit andere producten halen. Of gewone melk, of wat dan ook. Nou ja. Ik haal dit gewoon nog eventjes. Ik heb nog extra weer luiers gehaald. En ik had nog wat koekjes wilde ik in huis hebben. Ik had de laatste tijd alleen nog maar die Maria biscuitjes. Nou, super lekker. Heb ik ook weer gekocht. Maar even zo'n 4-pack zit erin. Die vind ik sowieso altijd heel chill om in huis te hebben. Vooral ook voor die kids. Maar Elias had deze uitgezocht. En dat vond ik wel een heel goed idee. Bokkenpootjes. Nou, vind ik wel lekker. Ik heb ook echt nog wel wat dingetjes uit dat kerstpakket en zo. Maar echt gewoon koekjes. Als iemand op visite komt of zo, had ik niet echt meer. Dus dat vind ik dan toch wel fijn om in huis te hebben. Ja, en dit is gewoon zo lekker. Bokkenpootjes. Oh, ik heb wel bananen gekocht. Nou had ik ook nog wel wat bananen. Dus het zijn vrij groene bananen. Dus, maar dat is helemaal prima. Dan duurt het even voordat ze rijp zijn. Maar toch eerst die andere opmaken. Maar dan hebben we het maar vast in huis. Ideaal. Ik heb nog deze weer eens meegenomen. Vegan Vistix. Die vind ik echt heel erg lekker van de Lidl. Ze waren toevallig ook in de aanbieding. Maar ik had al in gedachten om die weer eens te halen. Als je nog niet hebt geprobeerd, zeker doen. Ik vind ze echt een aanrader. Helemaal uit de airfryer. Dan worden ze echt lekker knapperig. En ja, top gewoon. En ik dacht voor door de rijst
heb ik eens deze gehaald. Veggie runder reepjes. Ja, ik ken deze ook nog niet. Vemondo, ik ken het merk ook niet. Ik heb dit nog nooit eerder gezien. Bij de Lidl ook niet, maar ook niet ergens anders. Maar het zag er wel lekker uit. Sojasaus marinade op basis van tarwe en peulvruchten eiwit. Leek me lekker om eens te proberen. En die gaat dan lekker door de rijst heen. Oh, nu al zin in. Ik hou zo van rijstgerechten. Ja, ik hou sowieso van eten. Maar dat, ik vind dat echt zo lekker. Pasta ook. En ja, ik weet niet, soms zit ik echt in die fases. Want ik vind bijvoorbeeld die noedels dus ook heel erg lekker die hierop staan. Maar die vinden de jongens iets minder. Die houden wel echt ook van rijst. Dus ja, heerlijk. Zin in. Ik heb nog even zo'n mixje gehaald. Gewoon voor het gemak. Ik kan het ook zelf kruiden allemaal natuurlijk. Maar ik vind dit altijd wel makkelijk en ook lekker. Zilvervliesrijst gekocht. Want ik wou het even met zilvervliesrijst maken. En ik heb nog een bak kiwis. Ik heb nog een zakje brood gehaald. Het vliegt er doorheen. Ik weet niet wat er gebeurt, maar dat brood is echt... Ik heb ook nog even deze gehaald. Volkoren digestieven. En als laatste chocolade. Volgens mij is dit een kopie van kinderchocolade. Veel te lekker, jongens. Maar goed, af en toe mag het wel eens. Ik heb nog deze meegenomen. Achtertuin minis. Leek me wel leuk. Maar goed, dit waren de boodschappen. En ik ga nu een bakje koffie nemen. En lekker wat fruit of zo. Daar heb ik even zin in. Elias ook. Die heeft echt goed geholpen. We gaan even wat snacken. Ik heb lekker een kopje koffie met warme melk gezet. Dat is die vanillemelk. Ik heb al even geproefd. Hij is echt heel lekker. Wel zoet natuurlijk, maar af en toe is dat wel lekker hoor. Oh. Ik heb even een grapefruitje gesneden. Kaakjes en een mandarijntje voor Elias. Ik heb nog een proteïnebar en wat limonade. Nou, we gaan dit eens even lekker oppeuzelen. Voor mij. Eet smakelijk. Ja, die is voor jou. Deze voor mama. Yummy. Ik heb net even het huis flink gepoetst. Ik heb beneden de woonkamer en de keuken helemaal gestofzuigd, gedweld. Wc gedaan, opgeruimd. Al het speelgoed weer even op zijn plek. Dus het voelt weer helemaal clean. Heerlijk gevoel. Ja, ik had ook wat planten staan en zo waar allemaal bruine bladeren aan zaten. Planten doen het niet. Ja, de planten doen het niet heel goed op dit moment. Maar ik ben blij dat de lente er weer aankomt. Want dan gaan ze vaak weer echt de goede kant op. Maar nu gaan we even een croissantje eten. Mijn moeder komt zo en dan gaan we Ismael uit school halen. Ik ben even aan het koken. Ik ga natuurlijk een rijstgerecht maken, zilvervliesrijst. Ik ga deze er doorheen doen en dus die beefreepjes. Ik ben heel benieuwd. Ik heb al even wat boontjes op staan. Die ga ik kort even koken en dan in de pan meebakken. En ik heb knoflookje, pepertje, rode ui. En dan knal ik die er nog bij. Nou, that's it. Lekker makkelijk, maar zin in. En ik ga nog even eitjes straks erbij bakken. Dit alleen al ruikt al zo lekker. Wie is het met me eens? Ui, knoflook. Echt, dat in een pan. Ja, iets beters dan dat bestaat er bijna niet. Ik heb de rijst in de pan. En dan ga ik even die veggie beef erbij gooien. En dan daarna nog die overige groenten. Nou, het is lekker snel klaar. Maar oh, wat ruikt dit toch weer lekker, jongens. Oh, mengseltjes klaar. Die beefreepjes zijn echt geweldig lekker. Niet normaal. Ik ga het lekker hierbij gooien. Eitjes erop. En dan kunnen we lekker eten. Bon appétit! Bon appétit! Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En Ismael gaat weer naar de basisschool vandaag. Laatste dagje even van de week. En morgen moet ik weer werken. Dus dan gaan ze weer naar de gasthouder. Ik ga weer even broodjes smeren. Ik denk dat ik... voor nu even pap maken en dan voor Ismael twee broodjes om mee te nemen. Hij heeft de eerste keer had hij niet alles opgegeten, maar ik denk dat het ook een beetje door de spanning kwam. Gisteren had hij alles op en kwam hij thuis, had hij heel veel honger. Ik had gisteren één broodje gedaan, namelijk vorige keer had hij één broodje niet op, maar nu had hij echt honger. Dus ik doe weer twee boterhammen en weer lekker allerlei dingen erbij. Dan moet het goed komen.
Ja, het is een beetje aftasten, maar ik geef liever te veel mee dan te weinig. Vorige keer had hij echt de helft of zo niet opgegeten, maar gisteren dus wel alles. Dus ik denk echt dat het door de spanning kwam. Nu heb je het tweede jaar. Op de bank liggen die. Ismael zei net wel, oh ik ben... Ga maar Ismael helpen met jouw knuffels. Ismael die zei, net kon hij echt niet wakker worden. Dus hij zei van, ja ik ben zo moe. Dat is wennen natuurlijk. Goed, broodjes weer ontbijtje maken. En door. Ik ben echt blij met deze broodtrommel. Echt zo fijn dat je alles in vakjes kan doen. Ik hou ervan. Ik heb rozijntjes. Appel. Koekjes. Wortel. En twee boterhammen. Lekker. Heb je ook een koffer? Nee, die niet. Nou, het ging echt zo goed. Ismael hoefde niet eens te huilen. Ik ben gewoon zo trots. Echt leuk. Hij had er echt zin in ook. En hij wou gewoon wel even nog een paar stevige knuffels. Maar hij hoefde niet te huilen. Hij ging ons uitzwaaien en liep gezellig mee met de juf. Maar het voelt voor mezelf dan ook anders. Als hij niet hoeft te huilen, dan ga ik daar toch ook wat fijner weg. Ja, gewoon heel fijn. Echt blij mee. Mijn ouders komen zo even een bakje koffie drinken. Ik ga even nog een beetje de keuken opruimen. Nou, wacht ik even met nog een bakje koffie. Ik lust er nog wel een. Maar totdat mijn ouders er zijn, zet ik dan even koffie. Elias is lekker even aan het kleuren. En bakje koffie, ja. Ja, jij hebt mooi op de tafel gekleurd, hè? Heb je die voor opa en oma gemaakt? Kijk, en dan hebben we de wonderspons. Hier. En dan krijgen we het er weer af. Die dingen, echt ongelooflijk. Want gewoon met een doekje krijg je dit er niet meer af. Nee. Maar met de wonderspons, die nog... Ja, die heb jij ook kapot gemaakt, maar dat maakt verder niet uit. Hij werkt nog. Maar ik ben ook. Ja, kijk, ik haal even de stift eraf. Maar goed, waarschijnlijk komt er wel weer meer op. Zo, ga er maar nog even kleuren, ja? Die? Ja, met blauw? Voor wie is die dan? Over Wilma. Oh, mooi hoor. Is het lekker? Ja? Yummy, goed zo. Tijd voor een snackie. Ik heb even twee rijstwafels met pindakaas. Ik had willen zonder pindakaas, hè? En lekker een gember citroenteentje voor ons allebei. Ja. Jij ook, hè? Lekker. En, je hoort het al, nog een kopje koffie. Koffie. Ja. Ik ga even met Elias naar de Action. Want ineens dacht ik, ja, volgende week is Ismael jarig. En volgende week is zijn laatste keer op de peuterspeelzaal. Dan gaat hij natuurlijk trakteren. En ik heb nog helemaal niks gehaald daarvoor. Morgen moet ik werken. En in het weekend heb ik ook niet tijd om dat te doen. Maandag moet ik ook weer werken. En ik heb daarvoor en daarna ook geen tijd om iets te halen. En dinsdag is het al zover. Dus ik dacht ineens, ik moet nu gaan. Dus ik ga even met Elias. En we hebben nog wel tijd zat. Voordat... we Ismael op moeten halen. Dus dan kunnen we daar even naartoe. Dan even wat lunchen. Een mooi cadeautje uitgezocht, hè, voor Ismael. Omdat hij het zo goed doet. Ja, doet. Ja, die zijn leuk. Elias die stond echt in de winkel. Wel 10 minuten in trance met dit ding. Dus ik dacht, nou, die nemen we mee. Kleine geitje. En voor Ismael. Die ook. Nee, nou ga ik die inpakken. Goed geslaagd. Ik zal later even laten zien wat ik gekocht heb. Ik ga even eitjes koken lekker. Die gaan we zo lunchen. Ik ruim even de vaatwasser uit. En het is nu 12:55. Dus over een uurtje ongeveer moeten we van huis. Dus we kunnen even lekker lunchen op ons gemak. Eitjes stonden te koken. Vaat was uitgeruimd. Precies de tijd die eitjes nodig hadden om te koken. Ja, ik hou ervan. Keuken is weer een beetje bij. Ik ga even de theetjes aanvullen. Elias vindt het ook heel lekker. Lekker gezond.
ogen open. Huh? Maak maar open. En dat is... Dit is van Elias, krijg je die. Wat is dat? Wat is dat? Een cadeautje voor mij. Die is voor Israël, hè? Dankjewel. Dankjewel. Is hij erbij? Waar is hij nou? Zit gezellig bij jullie, hè? Hey, het is vandaag zaterdag en ik ga even met de jongens naar buiten. Het regende de hele ochtend en nu is het even droog. Dus we gaan even lekker frisse neus halen. Jongens zijn er ook aan toe en ik ook, hoor. Ze zijn erg druk. Even eruit, even frisse neus. En daarna gaan we even lunchen. Het is ook al 12 uur bijna. Ik denk dat we even gewoon een kort rondje gaan wandelen. Vanavond heb ik een personeels- of bedrijfsetentje. Super veel zin in, echt leuk. Verder vandaag, ja, ik ben wat wasjes aan het draaien. Een beetje de boel weer bij aan het houden. In de woonkamer is zo nog wel lekker schoon en opgeruimd van de week. Want ik heb het een beetje bijgehouden. Dus dat vind ik wel heel fijn. Dat je niet in het weekend alles hoeft te doen. Ik ben single. Ik ben even single, waar komt het op YouTube? Nee, hoor. Jij maakt het. Oh, zijn er vloggen? Ja, water nu met de vloggen. Dat is ook helemaal niet waar. Wil jij niet je eigen gevoelens afschrijven op de vloggen? Ja. Zit je haar mooi? Oké. Stel voor. Mijn haar. Kind, ik wil wel opruimen. Vlug. Dit is jouw mobiel. Ik zal wel vragen. Die met die consent. Consent is ook show. Ik ga je ook filmen zonder consent. Ja, dat mag. Sta je hebt mijn consent. Hoe horen jullie dit? Je hebt mijn consent. Op film. Wat staat erop? Wat hij zegt. Wat? Wat zei je? Ja, ik wil best nog. Ik zei consent is ook show 2022. Oh. En wat is dan show 2023? Toestemming, hè? Toestemming. Denk je dat? Filmen. Haha, Tirza. Maar jullie komen erop, hè? Nee. Geen consent. Hoe noem je dat? Hatsu! Zo, wie je bent, Anna? Ik ben Anna. Hoi, Anna. Ja, en ik ben haar vriend. Hi. Nee! Jongens, ik kan niet! Nee, dat was een grapje, hè? Dat was een grapje. De enige die single is, is nu. Ik ben wel single voor degene die wil. En wel ik ben zoek. Steriel. We hebben net de slimste mens gedaan. Nee, de slimste bus. Bus. En wie zijn de slimste bussies? Team. Ja, dit is de prijs. Ik heb nog een mooie, dan mag gewoon. Kijk, ik heb Erwin gewonnen. Tirzel. Wij hebben Tirzel en samen gewerkt. Nou ja, heel af en toe. Als ik in de moed ben en tijd heb. Niemand die dit interessant vindt. Wat ga je hier ook niet doen? Jij ook, hè? En we zijn met team Bussie. Dit zijn mijn lieve collega's. Deel ervan. Daar zit nog geen mensen mee. Hey, dit is weer een hater. Die komt er weer in. Hater. Maar? Maar. Mijn haar wow, is ineens zo licht. Okay. Hoezo? Die van mij ook, kijk, ik heb allemaal van die babyharen. Wat heb je gedaan? Ze heeft een YouTube kanaal. Ja, dat weet ik. Dan ga je in je nieuwe vlog een compilatie maken van al deze kleine filmpjes. Bitches YouTube fan. Ja. Daarom wou ik je consent. Consent die ook consistentie. Heb je dus nog nooit in al die anderhalf jaar dat ik nog nooit de associatie gehad bij Payne's Gray naar Glee? Waar denk jij aan? Als je denkt aan Payne's Gray. Zet het in de comment. Reageer, duimpje omhoog. En wie het goed heeft, die wint een Payne's Gray. Ja, nou, Amsterdam. Die is namelijk niet te koop. Ze hebben allemaal geen Payne's Gray bij Amsterdam, toch? Ondertussen niet meer? Nee, ik kan ook niet echt. Van Old Holland. En dat is prijzig, dus... Old Holland, doe normaal, joh. Jij bent bekend op Instagram. Nee, YouTube. Instagram, overal. Cash Money's. Ik
Kijk, ik ben dus die werknemer die het echt leuk vindt om hier te werken. Kijk, die collega's van mij, die vinden het dus helemaal niet leuk om hier te werken. En die doen het dus alleen maar voor het geld. Maar ik ben die oprechte medewerker die jou elke zaterdag begroet. Met liefde. En die zegt... Ik heb het niet van Oké, het is gestart. Ik heb niks gezegd. Mijn telefoon eigenlijk. Die heb ik vast liever. Niet. Kom maar. Dit is een hele... Hallo. Hallo. Volgens mij zie ik je hele vinger voor de lens. Oh. Kamer. Kijk, die doe je zo. Die doe je zo. En dan maak je een hartje. Kijk, tada. Die hele vinger is niet recht. Kom op. Gen Z. En wie komt daarna dan? Generatie Z. Hey, het is vandaag zondag. Gisteren heel gezellig gehad. Ik heb een paar beelden voorbij zien komen, maar het was echt, echt heel gezellig. Ik heb echt genoten. En vandaag wel een to-do-lijstje. Ik wil ook wel een beetje relaxen. Ik ga even een paar dingetjes doen nu. Waaronder nog een stukje editen. En even lekker een... heet watertje met citroen en gember. En dan ga ik eventjes aan het werk. En dan daarna lekker relaxen. Het is natuurlijk wel zondag. En morgen ook gewoon weer werken. Dus een beetje rustig aan. De plichtroep wat betreft editen. Dus daar gaan we even voor. En kijken wat de dag brengt. Het is inmiddels een paar uur verder. Ik heb heel rustig aangedaan vanmiddag. Ik dacht echt, oh ik ga dit doen en dat doen. Maar ik was ook best wel moe. Dus ik heb mezelf gegund om lekker uit te rusten. En die jongens, ja, die zijn eigenlijk ook hartstikke moe van de hele week. Het is toch druk, veel veranderingen. En des te lekkerder als je even een beetje rustig aan kan doen. Ik zal nog wel even laten zien wat ik nou voor de tractatie heb gekocht. En dat ga ik strakjes of vanavond nog even in elkaar flansen. Wat ik dus super leuk vind, Action heeft heel veel van die kleine, van die kleine cadeautjes. En het leek mij dus heel erg leuk om iets van een kleurboekje of een dingetje te geven. En ze hadden deze leuke kleine, schattige kleine kleurboekjes. En ik heb er geloof ik 17 of 18 gehaald. Als het goed is zitten er 16 kinderen in de groep. Maar ik vind het al een beetje tricky om dan net genoeg te nemen. En anders hebben ze zelf ook nog wat. Elias ook. Dus ik heb even allerlei verschillende meegenomen. Zodat het niet allemaal hetzelfde is. Maar ik vond het wel heel schattig. Nou, daar heb ik dus een hele stapel van. Ja, er zitten gewoon leuke kleurplaatjes in. Die ze kunnen kleuren. Heb ik voor overal bij een kleurpotloodje. Ik heb... van die grote gekocht. Hier heb ik 2 pakjes van. En dan doe ik gewoon 1 kleurpotloodje per boekje. Dat leek me wel meer dan genoeg. Gewoon voor het idee. Een kleurrijke groet van Ismael. Dus die ga ik er dan op doen. Of erbij doen. Met een plakbandje gewoon, denk ik. Of in het zakje. Want ik heb leuke zakjes gekocht. Deze cadeauzakjes. En dan heb ik nog deze leuke safari koekjes voor erin. Dit zijn van die uitdeelzakjes. En er zaten er 8 in zo'n pak. Dus ik heb even 3 van die pakjes genomen. Koekjes met chocola. En ik vind dan wel een fijner idee dat het gewoon verpakt is. En dat ze het niet gelijk hoeven op te eten. Je kunt natuurlijk ook een tractatie doen wat je gelijk kan opeten. Ja, dit zit gewoon dicht. En dan kunnen ze het opeten wanneer ze het willen. Ook thuis. Allemaal zo'n zakje erbij. Ja, en dat is het ook. Dus en dan ga ik een leuk kaartje erbij schrijven. Iets met kleurrijke groet van Ismael. En ja, dat geven. Oh, en voor de juffer een Celebrations doos. Dus ik hoop dat ze daar ook blij mee zijn. Tot zover de Action Shoplog. Dit was het ook. Het was echt alleen de tractatie. Ja, ik ga dat in elkaar flansen. Ik weet niet of ik het nu ga doen. Ik ga straks ook eten maken. De jongens kijken even een filmpje. En ik ga denk ik ook toch nog even verder chillen, want daar heb ik gewoon zin in. Dus ik ga even de laatste dingetjes voor de vlog doen. En dan was dit hem voor deze week. Ik hoop dat je hebt genoten van de vlog. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ja, ik zie je heel graag terug bij de volgende video. En ik wens je een hele fijne week. Doei doei!